Mijn naam is Marjan Palland en ik lees u Markus 2. Jezus' gezag betwist. Toen hij enkele dagen later terugkwam in Capernaum, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats was en hij verkondigde hun de heilsboodschap. Er werd ook een verlamde bij hem gebracht die door 4 mensen gedragen werd. Omdat ze niet door de menigte konden brengen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloofde Jezus tegen de verlamde: "Vriend, uw zonden worden u vergeven." Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf: "Hoe durft hij dat te zeggen? Hij laat godlasterlijke taal uit. Alleen God kan immers zonde vergeven." Jezus had meteen door wat ze dachten. En dus zei hij: "Waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker tegen een verlamde te zeggen: 'Uw zonden worden u vergeven'? Of: 'Sta op, pak uw bed op en loop.' Ik zal u laten zien dat de mensen zo'n volmacht heeft om op de aarde zonde te vergeven." Toen zei hij tegen de verlamde: "Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis." Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging weg. Alle die dit zagen, stonden versteld en loofden God. "Zoiets hebben we nog nooit gezien," zeiden ze. Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een grote mensenmenigte kwam naar hem toe en onderwees hem. Toen hij langs het meer liep, zag hij Levi, de zoon van Alfeus, bij het tolhuis zitten en zei tegen hem: "Volg mij." Levi stond op en volgde hem. Op een keer was hij bij Levi thuis uitgenodigd voor een maaltijd, samen met zijn leerlingen en een groot aantal tollenaars en zondaars, want velen van hen volgden hem. Toen de Farizeeën en schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen: "Eet hij met tollenaars en zondaars?" Jezus hoorde dit en zei tegen hen: "Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar om zondaars." De leerlingen van Johannes en de Farizeeën hadden de gewoonte regelmatig te vasten. Er kwamen mensen naar Jezus toe die hem vroegen: "Waarom vasten de leerlingen van Johannes en de leerlingen van de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet?" Jezus antwoordde: "Bruiloftsgasten kunnen toch niet vasten zolang de bruidegom bij hen is? Nee, zolang ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald en dan is het hun tijd om te vasten. Niemand verstelt een oude mantel met een lap die nog niet gekrompen is, want dan trekt de nieuwe lap de oude stof kapot en wordt de scheur nog groter. Niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren ze open en gaat de wijn verloren, net als de zakken zelf. Jonge wijn hoort in nieuwe zakken." Eens liep hij op een sabbat tussen de korenvelden door. Zijn leerlingen gingen het veld in en begonnen aren te plukken. "Kijk eens," zei de Farizeeën tegen hem, "waarom doen ze iets dat niet op sabbat niet mag?" Maar hij antwoordde: "Hebt u dan nooit gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen gebrek leden en honger hadden? Hij ging het huis van God binnen. Abiathar was toen hogepriester en at van de toonbroden waarvan alleen de priesters mogen eten. En hij gaf ze ook aan de mannen te eten. En hij voegde eraan toe: 'De sabbat is er voor de mens en niet de mens voor de sabbat.' En dus is de mensenzoon ook heer en meester over de sabbat."